Vloggen, is het nu een nuttig format of is het eerder tijdverspilling? Je ziet het vaak online, mensen die vloggend hun verhaal vertellen. Is het nu een nuttig format om te gebruiken of steek je er best geen tijd in? Om te vloggen moet je wel op een paar zeer belangrijke dingen letten. Hoe relaxed en natuurlijk je voor de camera staat, wat je wil zeggen en hoe je het aanpakt. Als je een goede verteller bent en het ook goed voor de camera kan uitleggen, is vloggen een supergrote meerwaarde. Een tip? Oefen een paar keer voor de camera, terwijl je het opneemt, en bekijk het nadien. Dan ga je al snel zien wat je beter kan doen. Daarna neem je de finale versie op. Wat je wil zeggen is misschien nog iets belangrijker. Schrijf eerst goed uit wat je wil zeggen en breng er dan een duidelijke structuur in. Denk zeker ook na waar je gaat vloggen. Ga je het op je bureau doen of doe je het liever in een park? Denk er goed over na, want het bepaalt mee de feeling van de vlog. En welke camera ga je gebruiken? Is een iPhone-camera goed genoeg voor je of ga je liever voor de iets professionelere low-route? Als je enkel op Facebook of Instagram post, kan je al redelijk goed filmen met je iPhone. Maar natuurlijk blijven de opties van een iPhone beperkt. Als je professioneel wilt overkomen, kan je een kleine vlogcamera gebruiken. Hierdoor gaat de video al een pak mooier zijn. Als je vloggen goed aanpakt, is het een enorme troef voor je bedrijf. Wil je meer weten? Contacteer ons of bezoek onze website.